Ja, dat is goed. Goedemorgen! Of goedemiddag. Of een hele goede avond. Want het ligt er nog steeds aan wanneer je zit te kijken. Ja. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van Match op 2, deel 113. 113. Dat is Ron. Gert. Ja, Ron. Ik zie een volle tafel. Wat hebben we vandaag? Ik ben deze meteen bij in Magic Shop TV, deeltje 113. Nou, dat is allereerst Astonishing Bottle. Van Die. Miranda. Leuk, ja. Het Mind Power Deck. Ja. De Justice Pad. Ja. Elisabeth de Zoveelste van Tommy Wonder. Ja. En ik heb ook nog, en dat hebben we geen verpakking van, want het is namelijk een digitale download. Ik wil iets vertellen over de Elmsley account. Oh ja, dus. Leuk. Maar voordat we beginnen, nou, is het misschien leuk om even te vertellen dat het over het congres even gehouden. Even het festival, dus Festival of Magic. Even heel snel. Wij verkopen nu ook de gala kaarten voor de vrijdagavond en de zaterdagavond. Ja, die zijn hetzelfde. Hè? Dus je kan of kiezen voor vrijdag of zaterdag, of niet allebei. Nee, dus dat is wel leuk. Kan je via onze website bestellen. Dus dan, zou ik ook zeker doen, dat is moeite waard. Eigenlijk is het beter als je het hele congres komt. Dan hoef je geen gala kaart los te bestellen, want die zitten erbij. Precies. Dus dat is heel leuk. Dat is op vrijdagavond of zaterdagavond om 8 uur, 8 tot 11 of zo denk ik meestal. Hè? Dat soort avonden. Volle bak, hè? We hebben Pierik, Shin Lim, Marcel, dus Magus Topia. En nog meer. Dion. Dion. Ja, dat wordt een fantastisch mooi gehouden. Aaron Crow. Aaron Crow. Pepijn Gunneweg die presenteert de boel. Ja. Dus nee, wordt, moet je zeker de moeite waard. Dus doen. Check eventjes onze website bij nieuwe producten en dan kan je gala kaarten intikken of je tikt een gala kaart in. Vrijdag of zaterdag. Ja, en maar donderdag is ook zeker de moeite waard. Donderdag 25 mei. Dat is dan vooral voor de jeugd, denk ik. Vanmiddag is meet and greet, maar daar is ook nu Shin Lim bij. Dus dat is wel leuk natuurlijk. Hè? En voor een tientje kan je erbij zijn. Slechts 10 Alhoewel, euro. Ik zou aanraden om nog 25 euro extra te betalen. Nee, ook. 15 euro extra. 25 euro. In totaal. Nee. Ja, 25 euro in totaal. Ja, dat is wel goed. Want s'avonds is een fantastische mooie internationale wedstrijd voor de jeugd. Dus er komen, dat is de Hans Klok trofee. Ja. Ja, en daar kan je heen voor 25 euro als je onder de 18 bent. En Rob en Emiel presenteren het. Ja. Dus het wordt gewoon een geweldige avond en middag. Dus wees erbij. Ja. Nou, we nu weer genoeg erover. Ja, we hebben genoeg. Wanneer is het eigenlijk? 25, 26 en 27 mei. En dat is het hemelvaartweekend, dus iedereen heeft vrij. Nou, genoeg erover. We gaan beginnen met goochelen. Wat gaan we doen? Ja, roep het maar. Het eerste wat ik even niet wil gaan doen, maar daar wil ik wel wat over vertellen, dat is CX. Niet normaal. We zijn blijkbaar de enige in de hele wereld die het verkopen. Ja. Denk ik. En de vraag was, we kregen zelfs bestellingen uit Amerika, uit Zwitserland, ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Over de hele wereld kregen wij bestellingen over deze truc. En het is vandaag geen zaterdag, we nemen dit niet live op. Ik ga beloven dat ik hem ga doen, maar het is allemaal waanzinnig truc. Alleen, ik heb nu geen tijd gehad om te oefenen, we hebben hem net binnen. We hebben nog wel wat voorraad, dus als je hem wil, ja, wees er snel bij, want het is ook wel weer even een leeftijdje wat erop zit. Dus dat is wel eventjes iets wat je even in je achterhoofd. Dus CX, kijk even eventueel onze website voor wat je ermee kan doen, want dit is geen goochelen. Dit is toveren. Alright. Nou, ik ben eigenlijk wel nieuw, want ik heb het eigenlijk helemaal niet gezien, die Justice Pad. Ja, dat is wel, grappig. Nee, niet grappig, dat is gewoon goed. Dit is een notitieblokje. Wel. En wat ik aan je wil vragen is eigenlijk heel makkelijk. Jij mag voor mij
eventjes iets op het notitieblokje schrijven. Ja. Dus ben je links of rechtshandig? Ik ben rechtshandig. Oké, dan geef ik het blokje in je linkerhand, het stift in je rechterhand. Ja. Schrijf iets op, dat mag helemaal, wacht eventjes. Schrijf iets op wat je nu al weet. Dus neem iets in je hoofd, dat kan een getal zijn, een tekeningetje, maak er geen Picasso van. Een naam, een voorwerp, een speelkaart. Heb je iets in je hoofd? Ja. Oké. Ik ga me serieus omdraaien, zodat ik niet in de camera's kan kijken en ik kan niet naar de pad kijken. Oké? Okay? Jij schrijft iets op, ga je gang. En ik ga ook nog praten, zodat ik niet hoor of luister wat jij nu aan het schrijven bent. Ik weet niet of je al schrijft, maar schrijf iets op. Want dan moet ik praten, anders hoor ik misschien dat yes. je... Oké. Okay. Scheur het blaadje waar je op hebt geschreven... Geef mij de pen maar trouwens. Scheur het blaadje waar je iets opgeschreven hebt, scheur het eraf. En ik kijk nog steeds niet. Ja, en ja. Is de inkt doorgedrukt? Ja. Ja? Ja. Maar kan ik nu lezen wat daar staat? Ja. Helemaal? Oh nee, niet op de blok zelf. Nee, dat begrijp ik. Ja, je papiertje niet. Ja. Ga mij het blok maar. Ja. Dus ik kan hier niet zien wat daar staat. Nee, oké, heel belangrijk. Fout papiertje eventueel door midden, dat ik echt niks kan weten, zeg maar. Oké. Het enige wat je hoeft te doen, is aan jou... Heb je het laten zien aan de mensen thuis eigenlijk, wat je hebt? Nee, dat geeft niet. Het is namelijk een getal. Oh. Het is namelijk een getal. En het heeft iets met een jaar te maken. Is het getal wat je opgeschreven hebt 356? 356? Ja, laat dat het maar zien aan de camera. Dat klopt, dat klopt. Zeker. En je kan echt niks zien, hè? Dat hebben we gecheckt. 356. 356. Ja. Mooi, hè? Gaaf. Het mooie is, dit, na 2 keer is genoeg, is de reset. Ja. Dus ik kan hem nu nog een keer herhalen. Dat is inderdaad het is bijzonder. Het is echt heel, heel gaaf. Ik vind het heel gaaf. Het is gemaakt door Charlie Justice. Dus vandaar dat het de Justice Pad heet. Ja. En het is gewoon een notitieblokje. Waar je dus gewoon iemand mag wat opschrijven. En jij weet zonder te kijken, en mensen kunnen het terugkijken. Je ziet het echt niet, je draait de hele tijd met je hoofd om. Weet je toch wat in een oogopslag weet jij wat er geschreven staat? Goed idee. Heel goed idee. Ik hoor je meteen denken: ja, wacht eens even, wat nu als dit op is? Wat nu als het. Nou, goede vraag. Op is. Dan ga je naar de winkel, de Bruna of weet ik wat. Je haalt exact zo'n notitieblokje, want die zijn er gewoon te koop. Ja. En je haalt het spiraaltje eraf en je vult hem. Of je zet de gimmick om. Want ja. het is een gedrukeerd notitieblokje. Ja, maar je kan de gimmick omzetten. Toch? In theorie zou je de gimmick kunnen omzetten. Alleen, je kan de gimmick. Je moet iets omzetten dan. Ja, ja dus. Ja, okay. Nou, ja, goed. Mooi, hè? Heel goed gebruiken. Ja. Dus dat is... Justice Pad. Helemaal top. Zal ik nou eens Tommy Wonders Elisabeth... Ja. Ja. Ja, dat lijkt me een goeie. Ik moet even ter plekke een presentatie bedenken. Nou, je hebt gisteren het filmpje gekeken. Jawel. Maar... Dat was ook maar heel kortstondig eigenlijk. Stel dat ik nu hier een kaart neerleg. Je kan niet zien welke kaart het is, hè? Nee. En jij mag een willekeurige kaart zeggen. Ja. Ja. Dat zou toch een wonder zijn als die ene kaart precies jouw kaart. Dat zou of afgesproken werk moeten zijn of op waanzinnige toeval. Ja. Nou, ik zou het heel knap vinden als je dat zou voor elkaar krijgen. Ja, dat is een kaart dat jij precies raadt welke kaart het is. Dat is onmogelijk. Ja. Hey, ik ga het je iets makkelijker maken. Oh. Ja. Ik leg 2 kaarten neer, zodat je wat meer kans hebt. Maar ik hoef er maar 1 te raden. Je hoeft er maar 1 te raden. Nou, als je hem raadt, dan is het geweldig. Maar kijk, ik heb namelijk hier 2 kaarten. Een clubje bij elkaar. Hmm. En een paar dollarbiljetten. Ja. En als jij het... goed raad welke kaart één van die kaarten dus is, ja, dan krijg je eeuwige roem. Als je het fout hebt, nou, dan krijg jij die dollars. Ja, dat is toch... Dus dan, wat hoop je eigenlijk? Dat ik het fout heb natuurlijk, ik wil die dollars wel hebben. Nou, welke kaart denk je dat hier is? Gewoon een kaart. Ja. En die mag ik opnoemen? Ja, die mag je opnoemen. Harte 6. Harte 6. Ja.
Maar we gaan hem er even bij halen. Even kijken of je het inderdaad... Of het... Of het over hetzelfde hebben. Je bedoelt toch deze kaart. Dat hè? Is inderdaad dat de 6. Dat is de 6. Dat vind ik wel netjes dat je weet. Ja, nou gaat het om wat voor kaart zit hierin, toch? De kaarten. Ja? Ja. Oké. Okay. Let op. We halen eerst even die twee dollarbiljetten eruit. Dat gaat niet zo makkelijk. En de twee kaarten. Je zei? Ik zei hart 6. Hart 6. Oh, dat is hem niet. Nou, die dollar zijn van mij, dat kan nooit. Dat is hem niet. Maar deze, als je deze tette hart 6 is, dan heb je eeuwige roem niet gehad. En het is de hart 6. Had je niet verwacht? Nee, ja, ik wel. Want je kent het natuurlijk. Ik ken het natuurlijk ook. Ja, goed hoor. Goed hè? Het is een oudje, zo'n Tommy Donder. Alleen hij is opnieuw uitgebracht door Cardshark. Trouwens, blij dat we er nog een paar hebben, want voorlopig zal die niet te leven zijn. Nee. Denk ik. Want de hele... De boel van bij de fabriek, magazijn in de fabriek van Cardshark is vorige week afgebrand. Dus voorlopig kunnen wij alleen putten uit de voorraad die wij hebben. En op het moment dat wij willen herbestellen, dan gaat dat gewoon niet. Ze gaan eerst de goochelaars... Ze moeten eerst weer een nieuwe voorraad opbouwen. Dus ja, als je deze wil hebben, dan zou ik zeggen, regel dat meteen vandaag. Ja. Maar ja, het is inderdaad een oud effect van Tommy. Eventjes voor de goede orde. Mensen kunnen echt elke kaart noemen die zij willen. Ja, absoluut. Wauw. Is goed hoor. Nou, over Card Shark gesproken dan. Ja, maar nog weer pak dat op. Nee hoor. Nee, maar ik heb nog een effect die is ook opnieuw uitgebracht door Card Shark. Vandaar ook het Phoenix deck. En dit is het Mind Power deck van oorspronkelijk van John Kennedy. En het is al heel oud. Het spel is al heel oud. Ja. Alleen het is opnieuw uitgegeven in een Phoenix uitvoering. En dit is ongeveer zeg maar wat het effect is. Nou, voor de toeschouwers, je kan, dit heb ik niet nodig, dat is mijn speakbriefje. Zo nieuw is het, zit er nog meer. Ja, er zit nog een poker bingo kaart in. Ik denk niet dat het te zien is op camera, maar goed, maakt niet uit. Het is een spel kaarten en het spel kaarten bestaat uit 52 verschillende kaarten. Kun je ook laten zien dat ze allemaal verschillend zijn. Het spel is redelijk door elkaar heen geschud. En het enige is, ik weet niet of het een volledig spel is. Dus ik wil je vragen om straks, niet nu, straks een kaart in je gedachten te nemen, maar ik wil wel dat je hem ziet. Ja, Anders zit hij er misschien niet in. Hij kan er niet in zitten. Maar ik train hier heel veel op en ik weet waar je naar kijkt en dan kan ik kijken waar jij naartoe kijkt. Dus wat ik wil is dat je in één oogomslag een kaart kijkt. Ja. Kijk even naar mij. Ja. Ik spreid het spel kaarten uit. Ja. Kijk even naar mij. En als ik zeg ja, dan kijk jij naar het spel, ik kijk naar achter, jij neemt één kaart in je gedachten. Okay. Best ver? 1, 2, nu. Yes. Perfect. Niemand in de hele wereld weet welke kaart jij in je gedachten hebt. Behalve... Hey. Ja. En jij natuurlijk. Ja, nou, ik ga het proberen, want het is een rode kaart, niet waar? Ja, het is een rode kaart. Nou, dat wist ik. Het is een... Ik heb nog steeds heel veel opties. Is het een hoge kaart? Nee. Ik kan natuurlijk nu wel de kaart noemen. Maar dan zeggen we, dan kunnen de mensen zeggen, ja, dat is afgesproken werk. Voor de eerste keer, Gert, welke kaart heb je gekozen? De harte 3. Tijmon. Jawel, het is de harte 3. Goed, hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat hij weer opnieuw uitgegeven is, want het is gewoon... Het is oud, maar gewoon supergoed. Ja, dit is goed. Het Mindpower deck, het bestaat al heel oud. Het bestaat al heel lang. Ik denk 25 jaar al. Ja. En het is nu in een Phoenix deck uitgegeven, althans
verlangde voor als trek bij ons. Ja. Want ook deze geldt. We hebben wel een aantal op voorraad, maar niet zo gek veel. Dus, ja. We zijn wel bezig met de bicycles, geloof ik. Hè? Ja, met de John Kennedy. Nou, dus, nou ja, goed. Wat kan ik hierover vertellen? Kopen. Het is goed. Dit zijn die spellen die douw je in je... Het filmpje trouwens op de website is van... noem even een bekende metalist. Gaan we Engelsman. Darren Brown, dankjewel. Oh, die. En ik denk, ik zei het door, maar ik ook niet. Nee, het filmpje wat je op de website ziet van Darren Brown. Daar is wel ietsjes in geknipt in de performance, dat zeg ik er eerlijk bij. Maar dan kan je zien hoe het effect eruit ziet. En dat is een effect, het is een deel geweest van iets wat hij op televisie laat zien. En hij doet er een leuke add-on bij, waarbij die sigaret opsteekt en de kaart verdwijnt en die zit dan in zijn ding. Dus je kan er een hele act van maken als je zou willen. Maar standalone is dit natuurlijk een waanzinnig goed. Ja, want er zijn er die de revelation van die kaart op een specifieke manier doen ook. Hè? Dus die, dat het de enige kaart is met een kruis op de achterkant of de enige blauwe kaart. Ja, nou, de beschrijving die hierbij zit is vrij sumier. Dat wil zeggen, ze leggen het deck uit, ze leggen de werking uit, ze leggen uit wat ik nu kan doen. En er zijn natuurlijk duizenden en één add-ons. Ja. Inderdaad, absoluut. Ja. Goed, heel sterk. Zeker. We hebben geen filmpjes volgens mij van FNG Ron en Gert. Maar dat ga ik even nakijken. Nee. Dat weet ik niet op zit. Als ze wel komen, dan komen ze nu aan. Zeg ik welkom terug, maar ik weet het niet. Maar ik heb wel een paar kijkersvragen. Ah, dat is leuk. Ja, het zijn er een heleboel, dus ik doe er even één tegelijk. Dan kunnen we weer even een trucje doen, doen we kijkersvragen. Is dat goed? Ja, is goed. Het is van David Kleemans, en die vraagt zich af of wij naast goochelen nog andere hobby's hebben. Nou, brandlos. Zeg maar gewoon nee. Ik heb ook geen andere hobby's. Nee, ja. Ja, mijn gezin, maar dat is geen hobby, dat is werk. Ja. Nee, ik heb volgens mij, ik speel wel eens een spelletje op telefoon. Ja, dat doe ik geen hobby. Geen hobby, hè? Nee. Hobby's die twee geld aan uitgeeft? Ja. Nou, dan, nee, ik heb geen hobby sparen. Nee, ik heb geen... Ik wel. En dat is? Ik speel piano en orgel. Ja, nou, leuk. Dus dat kost geld. En dat kost ook geld, ja, hobby's kosten geld. Doorgaans. Ja hoor, ik heb een gewone piano staan, een elektronisch piano, een 4x4 orgel en ga maar door. Dan haakt de volgende vraag er misschien wel heel erg op in van hem. Hij zegt, als je nou geen goochelaar zou zijn geweest, wat zou je dan zijn? Nou, begin jij eerst maar. Nee, wat jij zegt, maar zeggen, dan ben ik... Geen idee. Nou, Gert hebt natuurlijk je hebt al een bedrijf gehad. Ja. Je bent altijd in de wiep. We zijn eigenlijk geen goochelaar, hè? We zijn eigenlijk natuurlijk goochelwinkelmensen. Ja. Ik denk dat het toch wel iets anders is. We zijn niet zo specifiek echt een goochelaar. Dus heb ik jarenlang tegen iedereen in mijn omgeving gezegd, ik wilde iets voor mezelf. Ik wil een eigen bedrijf hebben. Dus ik denk dat ik wel iets dergelijks zou hebben. Ik heb mijn hele leven altijd een eigen bedrijf gehad. Ja. Dus, maar ik weet niet wat ik zou geworden willen zijn. Dus goed. Zullen we even een trucje doen? Ja. Dan kunnen we daarna dan voor hem nog twee vragen. Wie was aan de beurt?
Ik weet het, doe eens wat met die alles lieve. Ja. Het is wel heel erg grappig. Wij hebben, we zijn eigenlijk een nieuwe iets gestart. Ja. En dat, hebben we, dat lopen we al heel lang meer in het hoofd. Dat is een soort download site met onze eigen, of nou niet onze eigen, maar producten. Waarvan wij denken, nou dat is eigenlijk een must have om te leren. En als je het dan toch wil leren, leer het dan goed. Er staat natuurlijk op YouTube ongelooflijk veel uitgelegd. En de ene nog slechter dan de ander. En ja, wij hebben de moeite gedaan om een 55 minuten durende instructievideo, bijna een cursus wou ik zeggen, over de Elmsley account te zeggen. Nou, een van de trucjes die hierop staan, en dat is ook een van mijn favoriete trucjes, dat is een truc met vier hazen. En die truc die heet eigenlijk Twisting Jesus. En ja, het gaat als volgt. Ik zal een beetje kijken of ik hem vanaf deze camera kan pakken. Het werkt dus met vier A's en ik ga die vier A's op een speciale manier omdraaien. Dat doe ik niet op deze manier, want dat zou natuurlijk veel te makkelijk zijn. Ik doe het op een beetje magische manier. Dus ik draai de A's op deze manier. Ik twist Jezus. En het grappige is, op magische wijze, kijk, daar is de eerste A's, dat is namelijk de klaveraas. Die draait zich dan automatisch om. Het grappige is, als je nou één keer en één keer doet, dan draait die klaveraas zich weer om. En als het goed is, wordt dan de volgende kaart. Kijk, dat is de hartenkaart. De hartenaas die draait zich dan om. Ja? Nou, hij ligt nu bovenop, dus ik moet hem even zo doen, dan zou je zien hoe het werkt. Als ik nou weer een twisting die Jezus doe, en je knipt in je vingers, dat is heel belangrijk voor de derde, want dat is namelijk dan de ruitenkaart die zich automatisch omdraait. Zie je, dus we hebben nu ruiten gehad, we hebben klaver gehad, de enige die we nog niet hebben gehad is schoppen. Ja? Nou, schoppen een beetje apart, want als je daar in je vingers knipt, dan gebeurt er namelijk, dan gebeurt er niks. Ik ben niet vergeten. Dat is natuurlijk een twisting die Jezus. En als je in je kaarten twist, dan draait ook de schoppen zich om. En dan is dat eigenlijk een toetje met slechts vier hazen. En dat zijn ook echt vier hazen. Het is puur alleen maar techniek. En dit is een van de vier effecten die wij in de tutorial, in de uitleg leren, zeg maar. Dus je krijgt voor €4,75 een kleine bijdrage. Het is echt eventjes een soort van, nou ja, we hebben een hoop werk en een hoop tijd in gestopt. En vraag raak dat niet eens geld voor, bij wijze van spreken. Je leert heel goed de Elmsley count. En niet alleen de techniek, maar ook het ritme en waarom je dat moet tellen. Enzovoort, gewoon helemaal precies wat je moet leren. Het wordt, denk ik, hoop ik, vrij duidelijk uitgelegd. We hebben gefilmd met twee verschillende camera's, vol HD. Dus ja, zeer close-up. Alsof je echt letterlijk erbij bent en je leert dus de Elmsley count, dus de techniek, dus de count zelf. En daarna hebben we vier effecten die je met de Elmsley count kunt gaan doen. Er zijn nog duizend effecten mee te verzinnen. En daarom denken wij ook dat de Elmsley count een count is die je moet kennen. Als je ook maar iets met kaarten wil doen en niet zo met gavdecks, maar echt gewoon met een normaal spel, dan is de Elmsley count zeker wel de moeite waard. Dus bestel hem voor €4,75. Je krijgt meteen van ons, tenminste meteen, je krijgt binnen een paar uur, of je moet het 's nachts bestellen, dan liggen we ook op bed. Maar dan krijg je van ons een mail met een link, met een uitleg. En dan krijg je meteen toegang tot die 55 minuten durende instructievideo. Er zullen nog meer downloads aankomen, ja. Met trucjes en met technieken. Dus houd de site gewoon in de gaten. Het is een project waar we mee bezig zijn. En we hopen dat dat ook voor jullie natuurlijk het golven weer naar een hoog niveau gaat tillen. Nou, dat over de Elmsley count. Ja. Dan hebben we er nog één, hè? Ja, nog eentje. Oh, dan heb ik nog wel een vraag voor je. Oh. We hebben onlangs Risen van Magic from Holland gereleased. En dat is overigens een succesnummer. Dus als je hem nog niet gezien hebt, bestel hem, want het is echt een heel gaaf truc. Goede recensies vanuit de hele wereld. Meen ik serieus, kijk maar op Magic Café, maar dat wilde ik je niet over vertellen. David die vraagt, hey, als wij een nieuwe truc doen, dan ben ik meestal degene, Ron, die de truc voordoet. En jij, Gert, jij speelt altijd de toeschouwer. Nou, ik zou dat wel eens een keer andersom willen zien, zegt hij. Dus ja, als we zo'n nieuwe truc uitbrengen. Ja, waarom, hij zegt eigenlijk, waarom ben ik altijd de goochelaar en jij de toeschouwer? Ja, ik weet niet waarom, hoe dat eigenlijk zo gegroeid is. Ik denk dat ik... Het is niet alleen bij Magic van Holland, het is trouwens ook vaak bij ja, bij onze eigen goocheltruc. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Zo gegroeid, net als dat we zeggen Ron en Gert en niet Gert en Ron.
Ja, nou, het zegt. Ja, ik weet wel de basis zoals het een paar jaar geleden begon. Toen we de zaak overnamen, hebben we weliswaar samen overgenomen. Ja. Alleen, ik zou maar 1 of 2 dagjes komen. Ja, dus ik heb altijd gezegd, het is Ronse winkel. Ja. Terwijl het eigenlijk onze beide winkel was, maar de bedoeling was dat ik er... Je zou eigenlijk een beetje... ja, inderdaad. Ik zou je gewoon af en toe eens even komen helpen. Ja, ja, ja. Maar dat is een beetje anders geworden. Maar ik heb wel altijd gezegd, kijk, ik stop er over een paar jaar mee. Want ik ben natuurlijk al vreselijk oud. Dus! Nee hoor. Dus vind ik het logisch, en Ronnie moet nog een jaar of 30 door. Oh, de mythes. Ja, dat klopt. Dus... Ja, ik weet niet, het is zo gegroeid. Ja. Zijn we die dingen, dat gaat gewoon zo. En, ja. En op een gegeven moment, mensen, zeker internationaal, die willen 1 gezicht hebben. Net als bijvoorbeeld deze truc die we straks gaan doen. Dat is Joa Miranda en Justice Pat. Daar zie je eigenlijk altijd ook Mark Mason in de video's. Altijd dezelfde persoon. Het is vaak dezelfde persoon. Sans Mines doet dat ook goed. Het is vaak die ene jongen die dat vertelt. Ja. En die andere Chinees die dat dan... demonstreert en op de uitlegvideo zie je weer een derde persoon. Dus ja, ik denk dat het ook een beetje... Het is automatisch gegaan, maar... En jouw Engels is beter dan mij. Dat scheelt ook nog wel. Ja, internationaal, maar Nederland... We zijn verdedigd nog niet, nee. Nee. Maar ja, goed. Het zij zo. Ik weet het niet, David. Nou, laatste vraag. Dan gaan we gauw deze doen, want anders dan mensen denken... Hallo, ik moet nog paas ontbijt maken natuurlijk. Ik moet nog eitjes koken. Nou, hoe vind je nou een paasshirt? Ik heb hem de hele week al aan, hoor, dus... ja, nou ja. Ik ruik het. Ja, nee, dat is... Nee, dat is laatste vraag. Het is opschieten. Als jullie zouden mogen optreden bij Penn & Teller, Foolers, wat zou dan de act of een truc zijn die jullie zouden doen? Zodat ze niets van zouden snappen. Zo. Die passeer ik even. Ja, dat is wel lastig. Nee, ik denk dat je... Ik denk niet dat ik ze zou proberen te voelen. Ik zou gewoon met een hele leuke act komen. Ja, jij zou voor de entertainment gaan. Ja, en dan, dan heb ik ze niet gevoeld. Ja. Maar ik ben wel met mijn kop op de tv. Ja, maar jouw insteek... Kijk, jouw insteek is natuurlijk als goochelaar anders. Iedere goochelaar heeft een andere stijl. Ja. En sommige goochelaars zijn heel grappig. Sommige goochelaars zijn heel serieus. Die doen dan soms echt mentalist zijn. Of iets dergelijks. Andere goochelaars zijn heel magisch. Zijn Shin Lim probeert dat meer te doen. Ja, ik denk ook dat ik een beetje in die stijl wat jij hebt. Ik zou meer ook de ik vind bij goochelen ook de entertainmentwaarde vind ik hoger dan de magische waarde, zeg maar. Dus je moet wel, wat je doet moet goed zijn. Maar ik vind het leuker als mensen lachen. Dus ik zou denk ik ze ook niet kunnen voelen. Ja. Maar ja, je moet iets zelf verzinnen, denk ik. Maar dat is, ja, kijk, als je zo'n act wil doen voor Penn & Teller, dan moet je er wel heel erg over nadenken wat je gaat doen. Dus dat is niet even een vraag die je zo kan beantwoorden. Nee. Ik moet zeggen dat wij daar niet over nagedacht hebben wat we gaan doen met Penn & Teller. Nee. Nog sterker, ik denk dat we niet mee gaan doen. Ik denk ook dat ze ons niet gaan vragen. Nee. Ik weet niet waarom, maar ik heb zo'n donkerblauw vermoeden dat we... Wacht, de teller al gaat. Gert, dus. Ja. Astonishing Bottle. Ja. David, bedankt voor je vraag. Ik heb hier in een zak en daar zit iets heerlijks in. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb een donkerblauw vermoeden dat ik iets met een fles te maken heb. Nee. Nee, omdat het Estonisch een bottle heeft. Oh, oké. Okay. Kijk. Dit is nou een flesje bier en het is mijn favoriete merk. Mag ik eens kijken? Ja, niet te hard schudden, want ik ga hem vanmiddag nog verorberen namelijk. Ben ik eigenlijk van het bier drinken? Jij niet zo heel erg, hè? Nee, ik drink niet... Ik lust het wel. Nee. Maar ik weet wel een beetje wat jij drinkt. Dat is volgens mij meer dit merk, toch? Ik denk, is dat... dat is cola. Ja, is cola. Ja, ik... Dat is meer wat jij drinkt, dit toch? Dit is meer hetgeen wat ik drink, ja. Ja. Nou, ik denk dat ik het flesje bier sneller op heb als jij die fles. Kijk. Dat was het. Van lekker. En weg is het bier. Ja. Zo snel gaat het bij mij. Hè? Ja, het is verdampt waar wij zitten. Leuk. Dat is Astonishing Bottle. Ja. Het is eigenlijk jij doet hem nu op deze manier. Ja.
Ik heb een leuke video gezien. Veel leuker natuurlijk als dat ik het Nou, nee hoor, maar waarbij hij de klassieke vanishing bottle van Norm Nielsen effect doet. Ja. Dus hij leent van iemand een flesje, ja. Van zo'n surans of ja. Een waterflesje. En zegt, nou, ik ga hem laten verdwijnen, pak hem in een zak. En, oh, wacht even. En daarna haalt hij die grote colafles eruit. Ja. En zegt, oh, dit is van vorige week, dat is niet gelukt. Nou, jouw flesje zit erin en hou hem op zijn kop. Tada, hij is weg. Ja. En hij is weer terug. Ja, nog een keer. Hoi. En dan gaat hij, oh, boos. En dan verscheurt hij de fles. De zak. Ja, de zak, ja. Maar en de fles. En het mooie is, hij verscheurt hem, want de zak is echt leeg. Leeg. Er zit ook... Kijk, dit zonder om te verscheuren. Nee, dat snap ik, want dan moet je nog verkopen deze. Nee hoor. Zitten die zakken erbij? Nee, zitten geen zakken erbij. Die zitten er niet bij, maar die kan je gewoon bij... wij zijn ook op de site staan. Nee. Dat moet ook maar eens doen. Volgens mij hebben we ze wel. Nou, mocht je deze Astonishing Bottle bestellen, je wilde een zak bij. Ja. Zet even in opmerking, SVP inclusief zak. Dan stuur ik zak. Ja, daar kom ik mee. Daar stuur ik Gert mee. Goed. Is naar de website om gala kaarten te bestellen voor het Dutch Festival of Magic. Gala dan in ieder geval. Vrijdag of zaterdag. Of ga naar de website www.dutchfestivalofmagic2017.nl. Daar moet je gewoon heen. Dat wordt de topcongres. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je die donderdag heen. Ja. Je moet. Het is geen. Je moet, anders kom ik. Nee hoor. En als je ouder bent dan en je wil niet naar het congres, kom dan in ieder geval naar die gala. Want dan, eigenlijk kan ik je wel beloven, als dit congres niet doorgaat, zeg maar, dan zou het wel eens het laatste festival kunnen zijn. Want bijvoorbeeld ook de Weighted is al niet doorgegaan, hè? De junior, Nederlands kampioenschap van junior. Het is gewoon zonde dat mensen komen niet meer naar zo'n festival. Terwijl het, het is super. Het is een hoop geld, dat snap ik. Ja. Het kost een hoop geld. Maar goed. We stoppen ermee, want mensen zijn al lang al afgehaakt. Die zitten de paaseitjes, die coco. Bedankt. Voor het kijken. En ook voor het aandacht. Ja, en tot de volgende keer maar weer. Yes. Doei. Dankjewel, doei. Mijn benieuwd of er nog Mind Power Decks zijn. Zijn. Als dat mensen zitten te kijken. Ja, ik krijg ook iets binnen. Dat is ook een beetje hard. Ja. Maar begrijpelijk, want het is gewoon super. Ja, dat vind ik wel.